was dat is mijn ark tijd. Rudy, we gaan Skarnar killen. Want ik vind het heel zielig dat jij nog geen speer hebt die mokerveel torpen doet. Dus die gaan we even snel regelen voor jou. En daarna gaan we nog even de primeval lijst afwerken. Want een broedmoedertje erbij, hè? Ja, dat kan wel. Dat is wel lekker. Al laker. Misschien is de broedmoeder in Pugnesia wel goed. Want normaal is hij altijd stond. Ja, waarom is hij dat altijd trouwens? Ja, waarom weet ik waarom? Ook niet. Het is echt eerlijk. Een intimiderende spin met allemaal gekke attacks, maar het is gewoon stront. Ja, je kan er echt een monster van maken. Geef me op zijn minst een nut dat het een taming machine is of zo. Heel ja, gewoon iets. Daarom. Skarnar. Er is een Skarnar, Rudy. Hij is op 96-19. Dus pak je Slayer Dino. Pak je anti-torpor potions. En dan gaan we die kant op. Yeah! Wacht. Yeah. Welke, blauw? Was dat blauw? Dat is blauw. Ik heb ook niet meer echt eigenlijk. Maar ik moet even in mijn dino kijken of ik nog heb. Oké, ik heb er nou 9. 9 zoals wat. Mijn Slayer Dino is nog steeds een T-Rex, hè? Ja, ik ga nou even kijken wat ik heb. Ik denk gewoon dat ik met de plant ga. Ja, boeien, doe gewoon. Pak Slayer Dino! We gaan, ben je ready? Yeah! Yeah! Let's go! Let's go! Kunnen we er heen vliegen? Ja, je zegt ga op je Slayer Dino zitten. Dat ben ik. Plant okay. Is niet zo mobiel. Oké, okay. Heb je al een Dino Tracker in je plant? Goeie vraag. Nee, dit heb ik niet. Nee. Dat heb ik wel. Oh, ja. Wat zeg je? Dat verbaast me. Ja. Gewoon twee Primal Griffins. Ja, één is Tenacious. Hier is mijn paard. Wat zijn de coördinaten? Ben ik vergeten. Yeah! Volgens mij iets van 2090 of zo. Zeg maar of je er bent. Ben er bijna. 5, 4, 3, 2, 1. Je is een live dino ding, jongen. Prombone Giga, Jamie is een prombone. Ja, maar ik zie niks, Rudy. Dat is een prombone. Ah, ja, en een prombone trike. Oh. Oh, kunnen wij die aan? Ja, nou, ik ga het gewoon proberen. Attack! Jezus. Jullie gaan nou de hele aflevering een plant midden in het beeld zien. Oh, ik krijg allemaal dingen, man. Wat kreeg je? Want ik kreeg niks. Je hebt gewoon alles genakt. Oh, boy, wat is dit nou weer? Prom of the Sword Hero Skin. Ja, nee, die skins zijn boeien niet. Prom of the Sword Hero Skin. Ja, maar ze zijn wel vette. Wel coole skins, weet je. Allemaal zadels, een ramshackle prom, poison spear. Ja, ik voornamelijk gewoon costumes. Ja. Leuk, nee. En een Griffin. Oh, daar, ik zie hem. Waar heb je hem al? Ancient. Ik dacht dat ik hier een schorpioen zag. Nee, dit is de Thorndevil Boss heb ik hier. En die kan ik ook wel even snel killen, maar dat is niet een schorpioen. Nee, dit is een Ancient Rex. Wow, het leek echt vet op een schorpioen. Die heeft die staart net uit zich steken ofzo. Oh, er zit hier een Magic Man of zo op mijn bek. Ja, ik hoor allemaal. Ja, die zit hier naast me. Ja, hij ziet Magic. Ik heb deze prome Thorndevil, want daar heb ik ook al 600 van gekilled. Ja. Dan, Yo, maar die kan ook zijn armen droppen, kan. Ja, dat is tech. Een tech ding is dat. Hij moet alleen nog even handschoenen hebben eigenlijk, dan ben ik op zich wel voorzien. Oeh, nou hij doet wel damage op mij. Hallo. Ja, ja. Mijn Kerian begint wel redelijk neer te gaan, ja. Ik kan niet helpen met mijn vet, weet je. Ik ben de ding aan het zoeken zodat ik mijn reks neer kan pompen. Oh, ben jij dit? Ben jij deze grote plant of is het iemand anders? Ja, kill hem lekker snel, joh. Oh, dit is ook epische muziek. Dit is andere epische muziek. Gewoon even dit. Zeg. Gewoon even dat, weet je. Carry the damage. Ja, lekker. Dank u. Hoppa. Ja, easy. Skarnar. Heb jij ook wel eens een boze walvis achter je aan zitten? Ja, ook wel eens, ja. Maar die laat me hangen, stinkt. Nut! Jezus. Go! Ik ga verder zoeken. Ja, cool. Je zou niet echt moeten zijn dan. Of 12,90 kan ook nog. Iets in die richting. Oei. En ik loop hier alleen met mijn plant. Ik heb eigenlijk nog een last van plant. Plant. Waar de mensen planten. Slapen. En de wereld plant. En dan denk ik aan plant. En dan plant ik plant. Aan plant dan. En plant. Hey, la 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 la. Hey, broedmoeder. Hey, ik heb hem. Jij hebt me al twee keer blauwe ballen gegeven. Ja, nee, maar serieus. Dit is een Prom Chief Scorpion. Dit is een scorpion, maar het is geen... Wat een scam. Holy shit. Ik ben bij de plek waar die toen was, maar... Jongen, moet nog echt terug naar de base om te gaan kijken op de scanner. Ik denk het. Oh, mijn korte termijn geheugen is echt stront. Helemaal stront. Oké, ja, ik... What the fuck? Oscar is hier doodgaan en heeft gewoon een hele Riot en tech set in zijn tas. Oscar stacked. Wow, hij heeft... Ik zweer, hij heeft full on tech tier.
gewoon niet pakken. Kick hem dan, NPC. Oh, yo. En gewoon Riot. Oké, okay, Dino Scan. Rudy, we gaan naar Skarner. Waar zit die? 96-19. Wat? Dat is heel ergens anders. Wat andersom? Dat is rechtsonder. Nee. 96-90? 96-19. Oh, 19. Dus dat is linksonder waar hij altijd spant. In de snow. Linksonder toch? Ja, maar dat is in de snow. Dat... Ja, maar hij spant er altijd op dat eiland. Dat heb ik hem echt al 3 keer gezien. Nee, maar toen zat hij in een Redwood. Verdamme, gaan we naar Kleine Durp? Kleine Durp. Oké. Okay. Oh ja, nice. Klopt trouwens. Ja, we hebben hem toen in een Redwood gekild. Ja. Kleine dorp. Ja, en dan 1994. Nee, 96-19. Nou, dan moeten we een stukje lopen. Je hebt je vliegende paard, denk ik. Ik zit op mijn vliegende paard. Ben er bijna. Oké. Ben er bijna. Oké, als je wil, kun je nu langzaamaan... Oh. Heel langzaamaan. TP. Oh. Okay. Neer. Kom maar aan. Ik ben er. Oh, kut. 96. Ja, ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem, ik zie hem. Ja, ja, ja. Hij zit tegen een vlakke... in de lucht te hangen zonder... Die paard is daar. Waarom heb je dat altijd? Ja, weet ik veel. Ga kijken of ik een flare gun kan maken. Oh, hier is... ja, hier is Skarner, nice. Oké, ik moet even mijn rug zie. Oh jezus, big chunk is hier. 134 miljoen HP. Oei, oei, oei. Je wordt gehit, man. En dat doet geen damage op mij, want ik ben chunky. Ik heb geduld. I'm chunky and nutty. Like squirrel poop. Kijk, hun hitten mij, maar ze gaan zelf neer. Wat een boos. Ah ja. Nou, even die planten hier naartoe halen. Wel insane. Ruggeruxie was toch wel één van mijn eerste... Of ja, één van de eerdere dino's. Wat gebeurt er? Hij valt me al aan, Rudy. Oh, ik heb geen torpor op dat ding, trouwens. Volgens mij. Oh. Ik weet niet zeker. Nee, volgens mij niet. Nee, ik denk het niet. Had lijken. Dat is heel gunstig. Dat is heel gunstig. Oh. Ja, lekker romig. Romig. Mier schatje. Oh, ik heb wel een torper. Daar ga ik. Oh nee. Waar zijn mijn blauwe dingen? Ik vest het ook, eerlijk gezegd. Oké, jezus. Hatsa, oké. Oké. Ik heb het net goed. Ik heb wel een torper, help me. Oh, jij doet wel echt damage hierop, joh. What the fuck? Ja, jij doet veel meer. Kijk hoe snel jij damage. Ja, het is wel snel, ja. Jij doet... Nee, maar jij damage echt zo snel. Het is gewoon een downloadbalk. Ja, ja, maar dan met goed internet. Hoppa, een paar kotsballen achteraan. Die kan ik ook... Oh, shit, ik ben weer... Oh, what the fuck? Is dat een... space weer. Oh! Ik zie jou trouwens op de plant liggen. Ik zie het nu pas. Je ja, ligt klopt. Gewoon. Ja, ik lig op dat blaadje. Oh, nee, kut. Dan moeten we even een ding doen. Ja, je moet echt opletten bij deze jongen. Ja, ik ben ook echt een beetje mijn kaal van beeld te switchen, want anders zien mijn kijkers helemaal niks. Yeah. Hij is bijna al dood. Ballen, yeah. En ik lig hier inderdaad op de plant te chillen. En ondertussen doe ik mijn plant alleen maar scheten laten om damage te doen. Want zo werkt dat. Giga incoming. Oh, geen stress, jongen. Oh, dan moet je weer een potion doen. Oh, lekker. Nou, hoe zit het op de helft, Rudy? Dan gaat het beter dan de vorige keer, dat weet ik wel. Ja. Ik sta nu wel midden in jouw skeet, maar prima. Ja, dat maakt niet uit. Het is maar een beetje skeet. Er liggen wel vet veel random eieren op fjorden, hè? Veel nestjes. Random eieren? In de zin van dino-eieren, of hè? Ja. Voor fertilized eggs. Nee, gewoon hier op de grond ligt ook een magmasaur, volgens mij. Oh, oké. Wel nice op zich. En dino-gus eieren en dat soort dingen. Oh. Dat voelt allemaal iets meer natuurlijker. Kun je nog meer levelen? Ja, flink. Gas, ja, nou kun je hem gewoon solo. Ik moet even healen. Nou, dat doe ik wel echt heel veel damage. Ik heb gewoon cookie klikken hier, joh. Doe even mijn kopsbal. Doe nog even 100 keer klikken nog, joh. Doe even. Ik heb stuiteren. Ik heb niks te doen. Oh, wacht. Ik slaap bijna. Nee. Oh, zo. Heb die damage. Hop, 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 hop. Lekker. Het ziet er niet spectaculair uit, het gaat zo snel voor elkaar. Dat is zo kut. Je bent nu gewoon aan het lightningen, gewoon als bonus. Pas op! Top uit! Oh, hoppa! Hé, hey, waarom heb ik top gekregen, gast? Gaat helemaal. Nou, ik kom er maar even in. Flinkje. En nou, even kotsballen, hoppa! Hatsa! Nou. Hé, hey, ik heb zijn spike! Heb je de speer? I've got the spike. Ja, heb je de speer? I got it. Nice! Skarner Steel Spike. Oh! Oh! Pugnacious Strength Rifle, we hebben hem! Wat? Niet dat we die nog nodig hebben, maar we hebben hem! Ja, maar die wil ik wel. Hé, hey, hallo. Hij is weg. Hoe komt dat? Ah, joh. Kut, joh. Ik ging deze bos doen om die speer voor jou te fixen, ja. Maar die trekrijver, die zit nou direct in mijn inventory. Ik had hem net met mijn muis ingeklikt om te verslepen naar mijn bar. En toen, waar is hij? Lekker. Je hebt de bullets in ieder geval.
Ik weet niet wat je nodig hebt ervoor. Moet je niet gewoon element gebruiken of zo voor dit? Nee. Huh? You sleep. Sla mijn plant. Broer, mijn plant slaapt. Ah! Yes! Nu weet je hoe het voelt. Zie me? Zie... Huh? Oh, ben je nu al wakker? Nee, niet meer, Rex! Rux, hier, ren! Hey. Ik ben gewoon wakker, hoezo ben ik wakker? Hoezo ben je wakker? Ren, Ruxie! Oh nee, ren. Ruxie, oh nee! Nja! Nja! Nja, Ruxie, ren! Nja! Oh, oh, dan ga je hier komen, gast. Dit is een cliff. Oh! Nja! Een world border. Dit is een kangaroo. Ja, die ga ik niet bijhouden je. Ruxie, swim for your life. En maar heb je nog niet de rifle gepakt? Maar wat voor ammo heb je nou nodig? Ja, die tank rifles voor die dinges. Een speciale tank. Ah, oké. Okay. Maar dat ding is wel echt rete sterk. Ja, echt? Of ja, voor tranking is die echt ja, de shit. Okay. Alleen, moeten we echt nog iets tranken? Ja, buiten de prom, zeg maar in Pugnacia. Want Xenobosses, die summon je eigenlijk. Ja, die essential bosses ook. Primevals kunnen wij gewoon al easy knocken eigenlijk. Ja, één steek met mijn speer. Toch? Dat is niet neer, ja. Nee, ja, niet per se. Maar op zich wil ik wel even gebruiken, hoor, voor de... Ik denk dat de broedmoeder even kan temmen nou. De ja. Primeval broedmoeder. Dan kunnen we misschien wel even testen. Dat nou, ik ben weer omhoog geklommen met mijn greppel. Oh, hier is mijn plant. Met 4 miljoen torpen, gast. Weet je, ik ga gewoon kijken waar die is. Ja, doe jij maar even kijken waar die is. Ik ga gewoon kijken waar die is. Dan ga ik ook vast terug naar de base. Oh, dan kun jij kijken waar die is. Ja, jij kan ook kijken waar die is. Ik weet al waar die is. Ja, weet je al waar die is? Ja, waarschijnlijk op dat ene eiland links, toch? Oeh, level 1000! Ja, eiland links. Level 1000? 1036 of zo? Ook al even een andere ding voor. Ik ga even dit doen, hoor. Don't mind if I do. Oh, die snowalls. Oei, 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 de snowalls, ja, maar dat is niet normaal, man. Oh, ik heb ook gewoon meteen lag. Ja, dat waren echt vet veel. Uit, oh, wacht, ik moet nog even zo'n set hebben. Maar ik heb geen energy, man. Oh, ik had er nog één. Dus ik heb even jouw... hier zijn twee broedmoeders, dus je kan ook eentje killen, dan heb je de energy. Maar hier zit ook nog een tier 2 dodo rex saddle in, heb je die niet ingezet? Nee, ik nog niet ingezet. Want ik weet niet welke we van de primeels we gaan opofferen, zeg maar. Oké. Hier is een plantman, een broedmoeder 896 en een broedmoeder 1036. Oké, als jij naar mij teleport... Hoezo? Ja, een Sentinet en Nutemunt, die moeten we hebben. Ja, maar je kan toch deze broedmoeder killen en dan... Daarna krijg je hem. Ja, dan ga je even op en neer, terwijl die andere nok is. Ja, dat kan ook. Hey! Hey! Gewoon slapen en steken. Ja. Oh, jezus, man. Okay, hey, nou energy. Energy. Heb jij die ammo daarvan, of niet? Van die gun? Nee. Oké, dan ga ik weer steken. Attack! Hey, runnen. Oh. Run. Runnen? Hey, hij slaapt. Wil ik even op en neer gaan? Voor de craft? Ja, kun je doen. Oh, die ligt er ook zo echt zo sneu bij als een spin, alsof je die in de fik zet, weet je wel. Ja. Yeah. Dan krimpt hij ook helemaal met de poot. Heb ik nooit gedaan. Nee, nooit gedaan, nee. Ja, maar, nee, maar als je met de elektrische vliegen mappen, weet je wel, zoals je dan een spinnetje vat. Dan gaat hij helemaal zo... Maar tegenwoordig ben ik spinnenliefhebber. Ik laat mijn spinnen leven. Het zijn allemaal levens, Jamie. Ja, ik laat ze ook leven. Ik doe ook geen vlieg kwaad, totdat ze mij kwaad doen. Maar dan is het de laws of nature. Muggen hoek ik stuk voor stuk meer, hoor. Dat maakt niet uit. Muggen zijn het enige, maar die zijn al met voorbast... Maar die attacken ook. Die attacken ons gewoon, weet je. Ja, maar die dat is die willen gewoon al je zuigen. Ja, die zitten gewoon de hele dag aan je te zuigen gewoon. En ik hou er niet van als ik opeens gewoon random gezuigen word zonder dat ik het door heb. Nee, en dan ook gewoon echt als je net wakker bent, word je gewoon in één keer leeggezogen. Ja, dat kan nice zijn, maar soms niet. Weet je wat ik bedoel? Muggenman, echt. Hier, ik doe hem erin. Ja. Hey, we hebben de broedmoeder. Heb jij de oma slash al gekopieerd en geplakt of niet? Nee, ik ben vergeten de naam te geven. Ja, Jezus, die muziekgast. Even uit de muziek. Ja, al die bossen best wel traag, man. Hoppa, 57k damage. Sick, heeft hij nog speciale aanvallen? Hij kan... Wat is dit? Dat doet niks. Maar er zijn spinnenwebjes en die kotsballen. Dat zijn alle standaard broedmoeder attacks heeft hij gewoon weer. Ja, maar zolang er maar iets interessants achter zit. Yo, deze paraceratering ding is gewoon een zebra, jongens. Gewoon een giraf. Hoppa, een beetje movement. Hoppé. Heb ik een tier 2 saddle bij voor je? Ja, die heb ik.
Oké, stuk. Hoppa! Boom! Nice. Wil je planman killen of vind je het mooi geweest? Ja, je kan wel planman killen, staat er toch. Heeft niet heel veel AP. Eigenlijk moet je planman killen met je planman. Ja, maar dat is geen partij van mijn planman, man. Nee, maar daarom, man. Anders gaat het nog een half uur duren voordat het ding dood is. Ja, maar ik wil even een damage checkje doen. Yeah, epic, broedmoeder. Dat is ook voor je slaap. Ja, ik ben weg. Ah nee, dat is een schorpioen. Nevermind. De ding doet alleen damage, man. Ik zit vast. Je hebt dus ook geen dino tracker in gedaan. Nee, maar ik ga gewoon even naar de base. En dan kom ik met de plantman, man. Dan gaan we die even snel killen. Ja, is goed. Dan moet ik de rug. Ik moet echt een betere dino hebben. Ja, hoezo heb je nog steeds die rug? Ja, dat is gewoon... In combat kan ik niet teleporteren. Ik kan mijn rug zien niet teleporteren omdat hij unconscious is, Jamie. Jamie. Je hebt hem net neergestoken. Kut, jong. Kut. Ik heb je plant hier. Ja, Rudy, ik zit vast met mijn spin, man. Ik kan niks. Toet. Oh, komt hij? Ja, kill hem maar. Dump truck. Zo, dat smelt. Maar dat smelt echt. Ja. Oh, wacht, ik ben bijna dood. Rudy, ik heb geen HP potion. Nee. Stop gewoon een dino tracker in het ding. Ja, maar ik kan niks. Ik kan hier niet weg, want er staat er in combat. Rudy, mijn spin gaat dood. Nee. Ja, oprecht, die gaat dood. Ik klik zo snel als ik kan. Oh, damn, ik ga ook best wel dood. Oh, nee. Ja, nee, ik heb wel HP. Rudy, maak hem. Nee. Schiet hem. Nee, ik doe het. Ik doe het. Ik moet nog 10 mil. Ik ben aan het cookie klikken voor mijn leven, maat. Kutspin. Hij is cookie klikt. Ja, nou, dat was de broedmoeder. Ja. Nou. Zo was het ook afgelopen met Dodo Rex. Maar we hebben wel getemd, en jullie hebben gezien wat ik had. Maar we hebben wel lang gewoon even gefixt, ja. Hey, Rudy doet weer namen uploaden, de soundkanaal goed in de gaten. En ik check jullie weer later. Peace.